Waarom blijf ik dansen? Ik ben op een punt in mijn leven dat ik mag doen wat ik wil, met wie ik het wil, hoe ik het wil, wanneer ik het wil. Dus ik vind het steeds leuker worden op deze manier. Dansen bracht mij toen ik klein was, wat ik er heerlijk aan vond. Ik was heel, heel, heel erg verlegen. Ik vond praten echt heel erg eng. Echt eng. Dus ik vond het heerlijk om te dansen, want dan kon ik wel iets uiten, maar ik hoefde niks te zeggen. Dat heb ik nog steeds wel een beetje. Ik kan wel iets beter praten nu. Maar toen ik klein was, was dat echt de reden voor mij om te dansen. Alexandra Radius was natuurlijk een heel groot voorbeeld. En ik had ook wel andere ballerina's in de wereld waar ik natuurlijk heel erg tegenop keek. Het Nationaal Ballet was wel echt een soort van Walhalla. Dat was echt de plek waar ik wilde zijn. En mijn moeder. Ik keek heel erg op tegen mijn moeder. Ja, ik ben wel iemand van rituelen. En zeker naar een voorstelling toe. Ik heb nu een periode dat ik bijvoorbeeld geen alcohol drink, geen suiker eet, geen koolhydraten, geen sigaretten rook. Dus dat is nogal streng, maar dat vind ik lekker. Want dan voel ik me gewoon op mijn best. En dan zo gezond mogelijk eigenlijk. Veel slapen, ja, gewoon heel, heel erg gezond. Ik noem dat altijd, dan ga ik mijn tunnel in. En die duurt een paar maanden. Mijn kinderen die kennen mij natuurlijk goed. Dus die weten, oké, ze zit in die tunnel en ze is heel druk aan het repeteren. En dan zit er denk ik bij mij een bepaalde concentratie die ze goed kennen. Niet dat ik afwezig ben, maar gewoon dat ik hard aan het werk ben. En mijn dochter die vindt het heel erg leuk om altijd te komen kijken. Die komt ook vaak mee trouwens. Dan vindt ze het gewoon gezellig om in de coulissen te zitten en dan gewoon mee te zijn een dag. Mijn zoon. Ja, mijn zoon is gewoon heel erg aan puberen. Dus die denkt, ja, prima wat jij doet. Maar ik doe lekker mijn ding. Hij zal er natuurlijk zijn op de première. Dan is hij ook trots, zeker. Maar die is daar gewoon op een jongensachtige manier anders mee bezig. Nou ja, en wat gewoon heel belangrijk is in zo'n periode, is dat, dat als je zo hard gewerkt hebt en je bent zo bezig met zo'n voorstelling, dat je dan in een lekker huis thuis komt en dat er rust is en liefde. En dat is weer zo, dus dat is heel erg lekker. En dat geeft me ook gewoon de positieve energie om hier heel erg naar uit te kijken en mee bezig te zijn. En ik heb er gewoon super veel zin in.